Hallo. Ik sta hier naast misschien wel de oudste le nog levende voetballer op de Nederlandse velden. Jeffrey Luiweke Bessie. Ja. Toch? Bessie. Lui Jeffrey Luiweke Bessie. naam. Prachtige naam. Klopt. Schitterende naam. Hoe oud ben je? Ik ben 35 net geworden. Ja. Dus je bent echt bejaard als voetballer? Ja. Voor een voetballer ben ik inderdaad uh, de open van het team. Ben je al een beetje aan het afbouwen? Ik bedoel, ben je al een beetje aan het uh, kijken op het internet naar geraniums en dat soort shit? Daar ben ik inderdaad wel naar aan het kijken, alleen niet naar geraniums. Uh, in ieder geval wat ik uh, daarna wil gaan doen, Dat is een beetje uh, de jeugd gaan trainen. Jeffrey, je bent niet echt lang, eerder klein. Zeg maar gerust heel klein. Komt nu wel, zijn kanseloos. Uh, niet altijd. Ik heb een goede timing, denk ik. Kan je even laten zien hoe hoog je kan springen? De... Ik ga dat even laten dus kom je even aanlopen? Met aanlopen of zonder met aanloop? aanlopen? Met aanlopen. Okay. Wauw! Ja. Ja, wow. ja, 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 ja. Wat is de zin van het voetbal? Plezier maken. Heel duidelijk. Als je geen plezier hebt in het voetbal, dan uh, kan je ook niet uh, presteren. En dat is net als uh, bijvoorbeeld een vader die loodgieter is. Als hij niet uh, pl uh, plezier in het werk heeft, dan uh, kan hij ook niet uh, lekker gaan werken. Ben je gelukkig getrouwd? Ik ben heel gelukkig getrouwd. Ik heb twee uh, hele lieve, gezonde, uh, vooral gezonde kinderen. Heb je nog tips voor? Uh, heel veel van die kijkers hebben niet zo'n beste relatie op dit moment. Heb je daar nog tips voor? Nou, dat is ook weer uh, plezier hebben met Precies. elkaar. Ik heb ook nog een tip. Je. Uh, nou, als je vanavond met je vrouw in bed ligt, moet je gewoon ze tegen haar zeggen gefeliciteerd met je verjaardag, schatje. En dan zegt ze waarschijnlijk, ja, ik ben helemaal niet jarig vandaag. Ja. En dan wacht je even en dan zeg je, ja. voor mij ben je elke dag jarig. Die Smelten ik... ze, jongen. Ja, dat is een hele goede Vreten ja. uit je die, die ga ik vanavond uh, meteen even proberen. Vorig jaar gedegradeerd. Dit jaar gaat het... Uh, uh, sorry. kampioen geworden. Oh, ja, jaar... oh, sorry. Nee, ah, oké. Okay, moet... okay. Sorry, ja, ja, ja. Oké, nee, dat knippen we even uit. Er is dus één klein dingetje nu aan de hand. De trainer wil weg. Dat klopt. Nou, die wil niet weg. Die gaat weg. Die gaat weg? Die gaat weg. Die heeft al uh, de presentatie gehad bij Groningen. Wat, wat vind je daarvan? Sommige supporters zeggen, ja, dan kan die hier niet blijven. Hoe denk jij daar als speler over? Of kan je daar niks over zeggen omdat je heel onderdanig bent naar de trainer? Nee, ik, uh, hij is denk ik professioneel uh, genoeg om het hier uh, mooi af te sluiten. En deze trainer heeft ons uh, gebracht waar we nu staan. En uh, daar moet NEC... Heel NEC dankbaar voor zijn. Er is alweer genoeg slijm. Stel je voor dat jij bij Groningen zou kunnen voetballen nu. Zou je dat dan ook nu al bekendmaken? Op mijn leeftijd? Nee. Nou ja. Ik zou dat zelf nog niet bekendmaken. Maar nu speel je sommigen weer niet door deze opmerking. Dat snap je ook wel. Dat weet ik. Je was waarschijnlijk toch niet opgesteld? Daarom. <laughs> <laughs> ja.